centraal en geen censuur. Vrijheid om te kunnen doen wat we willen. Vrijheid van merk, vrijheid van internet. Anti-censuur, stop de censuur. Ja, als je beperking in ons zijn, beperking in de maatschappij. Ja, yes! Zo moet je tegenaan staan. Top, dat willen we horen. En daar gaan we ook voor. Geen controle, geen censuur. Geen controle, geen censuur. Geen controle. Wat vindt u over deze demonstratie, mevrouw? Geen controle, geen censuur! Geen controle, geen censuur! Wat vindt u over deze demonstratie? Geen censuur! Geen censuur! Geen censuur! Geen censuur! Wat vindt u over deze demonstratie? Geen censuur! Is. Want onze overheid zet zichzelf buitenspel door het in achterkamertjes te laten beslissen. Onze overheid zet de rechtsstaat buitenspel als ACTA doorgaat. Onze overheid vindt de vrijheid van een paar Amerikaanse bedrijven belangrijker dan onze eigen vrijheid van onze eigen bevolking. Dat is onze overheid. En wij zijn hier en wij kiezen ze, maar ze luisteren niet naar ons, want ze vinden Amerikaanse bedrijven belangrijker dan onze rechten. En dat moet stoppen! Geen controle, geen censuur! 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 Geen controle! Wat vind je over deze demonstratie? Ik vind helemaal niks. Waarom? Ik heb nooit een mening. Maar jij moet iets vinden. Ik vind je blij dat mensen demonstreren? Nee, wij mogen geen commentaar geven. Waarom niet? Ik geef geen commentaar. Dat houdt in op websites zoals Facebook, Twitter, YouTube, waar we daarover voor staan dat iets vrijs van copyright content dat zou komen. Zo dus als jij een foto op Facebook zet en die foto is van een eerlijke organisatie, zeg we zetten een foto van de politie, alleen het plaatje op, gaat heel Facebook uit de lucht gehaald worden. Dat heeft die reden. Kijk, ik ben niet de eerste persoon die jullie hiervoor verwachten, want zo is het gewoon, vooroordelen zijn er in het leven. Maar toch wil ik mijn zegje doen, want ik vind dit belangrijk. De ACTA, de Europese variant en de erge variant van de Amerikaanse SOPA, wat ook al verschrikkelijk was. Wat ik het ergste vind, is dat ons eigen land, onze eigen regering, onze eigen verkozen politici hier niet tegen in opstand komen. Wij moeten ervan uitgaan, dat ding haapt een beetje, dat Oost-Europese landen, in wie wij zelf financieel geen vertrouwen hebben, daarvan moeten wij op uitgaan dat de ACTA wordt tegengehouden. Want Nederland zal er zeker niet tegen in beroering komen. Polen wel. Tsjechië is er nu aan bedenken. Dat vind ik het allergrootste probleem. Want wij verkiezen onze politici en wij zijn er zeer erg op tegen dat een
debiel iets als ACTA door wordt gevoerd en toch wordt het gedaan. Er gaat iets mis in dit land. Er gaat iets grandioos mis in dit land. De politieke machtsinvloedverdeling tussen de normale bevolking en de politie is verkeerd. Geen controle! Geen censuur! Geen controle! Geen censuur! Geen controle! Geen censuur! Geen controle! Geen controle! Geen controle! Deze demonstratie. Geen controle. Wat? Daar zeg ik niks op. Dames en heren, ik wil even zeggen, door ACTA zou je zo meteen niet kunnen downloaden. Nou, ik heb mbo gedaan en het eerste week van mijn opleiding moesten wij programma's hebben zoals Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro. Weet je hoe duur dat bij elkaar is? 2.000 euro. Hoe de fuck moet een leerling die zijn opleiding doet, die niet zeker weet of hij daar uiteindelijk zijn baan in vindt, hoe moet hij 2000 euro neerleggen? Voor een pakket wat hij eventueel misschien zou kunnen gaan gebruiken later. Hoe moet hij dat geld bij elkaar sprokkelen? By the Bay. Precies, By the Bay. Ballen Ziggo en Access voor rolgebruikers. Ga naar tpb.piratenpartij.nl als je naar de Pirate Bay toe wil gaan. Dit is geen mirror, maar een reverse proxy. En aan de achterkant gaat hij direct door naar het buitenland voordat hij naar de Pirate Bay toe gaat. Dus zonder rechtbank kunnen ze die niet uit de rekken trekken. Ze moeten eerst langs de rechter. Geen controle, geen censuur!